Wel, allemaal. Ik stel me even aan u voor. Hans van Eyck, rechtstreeks uit het gemeentewapen van Schijn. Tot leven gekomen bij Schijn al 700. En ik vertegenwoordig de Eikenboom. En dat was toen het symbool voor de bestuurlijke macht. En ik ben heel blij dat ik vandaag weer even in jullie midden mag zijn. Want het is niet zomaar een avond. Het is een hele bijzondere avond. Maar dat hoef ik u niet te vertellen. Een warm welkom, Frans, van jou, Christine, familie, vrienden, kennissen, speciale gasten. Het is een zaal vol. En ook de wethouder van cultuur, Erik van den Boogaard, welkom. Henk, ook welkom. Want jij verzet ook altijd heel veel werk. En je bent weer aan het filmen, dus ongetwijfeld wordt dat de verslag van vanavond. Het afscheid van een prachtvoorzitter, die 17 jaar lang deze fantastische club heeft geleid. In voor- en tegenspoed, in warme dagen, in koude dagen, in moeilijke tijden, maar ook in mooie tijden. We gaan vanavond afscheid van hem nemen. Beste Frans, Christine, ga er maar eens goed voor zitten. Want we hebben een heel speciaal programma voor jullie samengesteld. Laten we beginnen met de nieuwsbrief. Frans Abrahams is vanaf 2001 voorzitter van onze heemkundekring. Maar heeft besloten de voorzittershaan over te dragen in de algemene ledenvergadering van 12 maart 2018. Als God het mogen behagen, zal Frans in 2018 de leeftijd van 80 jaar bereiken. Hij is weliswaar nog zeer dynamisch en actief, maar hij vindt het in het belang van de heemkundekring dat een nieuwe voorzitter de kring gaat leiden. Beste Frans, je gaat afscheid nemen als voorzitter van je zo geliefde heemkundekring Schijndel. We kijken met jou terug op 17 jaar voorzitterschap. We hebben daarvoor een speciale nieuwsbrief gemaakt waarin een groot aantal hoogtepunten staan van wat er is gebeurd. Heemkunde is geschiedenis van de eigen leefomgeving. Jouw eigen leefomgeving heeft zich vroeger afgespeeld in Kromvoort, waar je vader veldwachter was, zoals dat toen heette. Het Pepereind is de hoek van Kromvoort waar Frans geboren is. Peper of Papentient in Schijndel. Men neigt naar het leggen van relatie naar de geestelijkheid. Het raadhuis van Kromvoort aan de Lambertestraat is gebouwd in 1899 en wijkt niet veel af van de raadhuisgebouwen uit de 19e eeuw in de diverse dorpen. Onder het bordes het arrestantenhok. Het heeft overigens maar 34 jaar dienst gedaan, want in 1933 is Kromvoort als zelfstandige gemeente opgeheven. Pal tegenover de Lambertuskerk en raadhuis, natuurlijk in herberg. In dit geval het Wapen van Kromvoort. De natuuropname van de IJzeren Man hebben we meegenomen omdat Frans vanuit zijn jeugd deze prachtige recreatieplas vast en zeker nog vers in zijn geheugen heeft liggen. Gegraven rond 1910, om in 's Hertogenbosch de wijk Het Zand op te hogen. In 2001 werd Frans door Henk Beijers gevraagd om de in slaap gesukkelde heemkundekring onder zijn hoede te nemen. Samen met Tom van Drunen en Jan Aalders werd het dagelijks bestuur gevormd. Een weinig opbeurende erfenis kwam op zijn bord. Weinig leden en een zwakke financiële positie. Met steun van een nieuw bestuur heeft Frans zijn schouders eronder gezet en is aan de slag gegaan. Eerst werden de financiën op orde gebracht en vervolgens zijn ledenwerfacties opgezet. De gemeente verleende subsidie. Een eigen heemkamer was er niet. Alle collecties stonden bij een aantal werkgroepleden. De algemene ledenvergaderingen werden daarom gehouden in de beenthut aan de Kerkendijk. De bestuursvergaderingen werden bij Frans thuis gehouden. En daar werden plannen gesmeed om de heemkundekring er weer bovenop te krijgen. Met de komst van het gloednieuwe cultureel centrum Het Spectrum
kregen we voor het eerst een eigen heemkamer, maar zonder inrichting. Frans ging op pad om inventaris te regelen en bij sponsoren financiën los te kloppen. Bij de houtafdeling van Welzijn de Meierij, ook in het Spectrum gevestigd, werden houten stellingen gemaakt voor alle archiefstukken. En Frans was er dagelijks om te helpen. Eindelijk konden de werkgroepen op een functionele manier werken. We konden ons als heemkundekring veel beter presenteren en de ledenwerfacties waren dan ook succesvol. Vanaf 2002 werden jaarlijks heemmanifestaties en tentoonstellingen gehouden. Eerst in wijkgebouw De Vink en vanaf 2005 in het Spectrum. In 2003 was het thema onderwijs in Schijndel. De eerste grote en meest succesvolle heemmanifestatie, toen we net onze intrek hadden genomen in het Spectrum, was de tentoonstelling over de beroemde koninklijke kous- en sokkenfabriek van Janssen de Wit, die vanaf 1915 zijn hoofdvestiging in Schijndel had. 2 dagen trok deze heemmanifestatie duizenden bezoekers, waaronder veel oud-medewerkers. De familie Janssen de Wit was in grote getale uit binnen- en buitenland gekomen. Hierbij noemen we maar meteen ook 2 andere belangrijke historische heemmanifestaties, namelijk ter gelegenheid van de viering van Schijndel 700 jaar in 2007 en in 2011 de heemmanifestatie in verband met het 175-jarig bestaan van de congregatie van de Zusters van Liefde. Al in 2003 vroeg de gemeente om zitting te nemen in de CUB, een door de gemeente ingestelde adviescommissie in zaken de ontwikkelingen met betrekking tot het bestemmingsplan buitengebied. De heemkundekring werd een waardevolle en serieuze partner voor de gemeente. Vanaf 2003 werden lezingen gehouden die steeds door meer leden en niet-leden werden bezocht. We kunnen zeggen dat we al jaren een constant aantal bezoekers krijgen. Frans is dan in zijn element als hij volle zalen kan toespreken met humor en kennis van zaken. Stevast zegt hij dan ook, daarom is het leuk en interessant om lid te worden. Frans ontwikkelde ook zelf lezingen voor de eigen kring. Tijdens de bestuursperiode van Frans kreeg het Heemblad een nieuwe impuls. De naam werd veranderd in Rondom die Kluze. Er werden weer veel historische artikelen gepubliceerd, zoals over het Schijndels landschap, het onderwijs in Schijndel en de Granaatweek. Frans was de eerste die een cursus erfgoed maakte, waarvoor veel belangstelling was. Op zijn enthousiaste wijze werden de cursisten meegenomen in de rijke schakering van de geschiedenis. Een prachtig project was suikerbonen en beschuit met muisjes, dat betrekking had op eetgewoonten bij levensmomenten. Daaronder werden verstaan geboorte, communie, vormsel, trouwen, trouwjubilea en overlijden. De provincie Vlaams-Brabant was ook partner in het project. Frans was er steeds bij om het tot een succes te maken. En de kick-off was dan ook terecht in Schijndel. En Frans zat samen met zijn vrouw Christine prominent naast de minister van Cultuur van Vlaams-Brabant. Ger van de Noetelaar benaderde Frans voor het project van de 6 middeleeuwse toponiemenbanken en informatiezuilen in het Schijndels landschap. Frans werd in 2010 benaderd door Ger van de Noetelaar om vanuit de heemkundekring mee te werken aan het bouwen van een hopest op de locatie van de schaapskoor. In 2013 werd de hopest officieel geopend in het bijzijn van onder andere ook Vlaamse gasten. Een van de meest bijzondere collecties is die van de congregatie van de Zusters van Liefde. In 2015 werd de collectie uit het museum in het klooster aan de heemkundekring geschonken. Er werd een werkgroep ingesteld waar Frans deel van uitmaakte. Huize Lidwina met kapel is een historisch gebouw van de Zusters van Liefde. Frans kwam op voor het behoud van de kapel bij Huize Lidwina, die hij zag als vervanger van de kerk op de Bosweg, als die zou moeten gaan sluiten. In het kader van de fusie van de gemeenten Schijndel, Sint-Oederode en Veghel hebben Frans en Henk Prins het initiatief genomen om een platform op te richten voor de heemkundekringen in de gemeente Meierijstad. In dat kader is onder andere de zeer succesvolle film Stroomopwaarts Meierijstad gemaakt. De vondst van vuurstenen in Schijndel uit het Neandertaler tijdperk was uniek. Een deel daarvan ligt nu in het Rijksmuseum van Houtheden in Leiden. Het was ook de aanzet om met de gemeente Schijndel een convenant te sluiten
om betrokken te worden bij archeologische onderzoeken. In de bestuursperiode was Frans vrijwel altijd bij de vergaderingen in Oorschot of in andere plaatsen. Schijndel is zeer verweven met de geschiedenis van de Noord-Brabantse Duitse Spoorwegmaatschappij, ofwel de NBDS, die zoals bekend het Duits lijntje heeft aangelegd in 1871 en heeft geëxploiteerd. Het oude station Schijndel met privaat staat er nog steeds. De heemkundekring, en Frans in het bijzonder, heeft zich tot nu toe tevergeefs ingespannen om het privaat als erfgoed in ere te herstellen. Schijndel was de eerste gemeente waar attentiestenen werden gelegd in het openbaar gebied, met daarop de afbeelding en de historie van het gebouw wat er vroeger had gestaan. De gemeente besloot om in de Hoogstraat in het straatwerk de tramrails van de stoomtram terug te laten komen, met daartussen tegels, spoorplaten, met afbeeldingen uit de historie van Schijndel. De heemkundekring heeft vele uren besteed om afbeeldingen, voorwerpen en dergelijke op te zoeken. Een jaarlijkse braderie waar de heemkundekring steeds was vertegenwoordigd. En Frans natuurlijk ook. De Schijndelse Prinsenclub de Hopplukkers heeft in 2013 aan Frans Abrahams de onderscheiding de beste breier uitgereikt. 25 april 2014 was voor Frans Abrahams, voorzitter van de heemkundekring, de dag van zijn leven. De burgemeester, Jetty Euster, kwam Frans een koninklijke onderscheiding uitreiken en daarbij werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn grote verdiensten voor de heemkundekring en andere maatschappelijke organisaties. Frans, bedankt voor alles. Voor alle leden komt deze nieuwsbrief ter beschikking. Dus als u nog een keer rustig wilt nakijken, dan gaat dat lukken. Ton Lomas, bedankt voor je voice-over. Stel achterin. Ik wil graag het woord geven aan Otto Stroeken, bestuurslid Brabants Heem en voorzitter van Rondom Elden van het Brabants Heem. Ja, mijn naam is Otto Stroeken, Brabants Heem, mijn bestuurslid. Ik zie verschillende bekende gezichten hier in de zaal zitten, dus ik hoef niet al te veel uit te leggen. Brabants Heem is de overkoepelende organisatie van 130 erfgoedverenigingen, heemkundekringen. We zijn ongeveer met 35.000 leden. Het 35.000, dat getal, dat geeft het al aan hoe belangrijk erfgoed is voor Brabant. En hoeveel mensen daar ontzettend veel plezier aan beleven. Wel nu, er zijn onder u mensen, zoals Frans, die daar vorm aan geven. Die elke dag weer, jaar in jaar uit, proberen om al die erfgoedverenigingen te steunen, te initiëren, te faciliteren, te activeren. En gezien het feit dat 35.000 mensen zoveel plezier beleven aan erfgoed, dat maakt wel duidelijk hoe belangrijk deze mensen zijn. Jullie hebben het gezien in het, ik zal wel haast zeggen, een documentaire over Frans, hoeveel Frans gedaan heeft voor Brabant. En dat is natuurlijk bij Brabants Heem ook niet onopgemerkt gebleven. Als ik lees welke projecten hij heeft gedaan, is dat ongekend. Lezingen, excursies, de vergaderingen heeft hij bijgewoond van Brabants Heem, de zogenaamde regiovergaderingen, maar ook de Raad van Aangesloten, waar vertegenwoordigingen van de verschillende erfgoedverenigingen bij elkaar komen om na te denken over de toekomst van het erfgoed in Brabant. De vele projecten, u hebt het ook al zien voorbij komen. Te veel om op te noemen. Ik heb gevraagd aan het bestuur om eens in te schatten hoeveel tijd Frans kwijt kan zijn geweest door alle jaren heen aan al die projecten. En dan loopt het wellicht in de tienduizenden uren. Ongekend. Wel nu, Frans, ik kan het heel breedvoerig vertellen, maar het komt er gewoon op neer dat Brabants Heem heeft gemeend om jou in elk geval de provinciale onderscheiding te geven.
En dat is, ik zal hem even voorlezen. Het zilveren draaginsigne. En de motivering van die prijs is als blijk voor waardering voor zijn zeer grote aandeel in de beoefening van de heemkunde. Met name als zeer betrokken voorzitter, maar ook als duizendpoot van deze heemkundekring in het bijzonder. En voor Brabants heem en het Brabants erfgoed in het algemeen. Frans, als je even naar voren wil komen. En je hoort de oorkonde, en die geef ik jou ook, alsjeblieft. De zilveren dragen zie je met oorkonde. Dankjewel, meneer Otto Stroepen. Mooi, Frans. Hele mooie, Frans. Namelijk van alles heen. Kom boven mijn bed aan. En dames en heren, dan vraag ik nu een heel speciale aandacht voor de afscheidsfilm. Want de nieuwsbrief was er niet alleen, er komt ook nog een heuse afscheidsfilm. Geniet u mee. Wat hebben wij dan genoten? En de hoeveelheid wild. Het
was fantastisch. Je weet, jij zorgde voor de kost op een altijd zeer speciale manier, waar wij het steeds ook met mijn zonen nog altijd over hebben, zoals jij die stamppot maakte. De beste stamppot van vrienden en de hele omgeving. En hoe jij hem klaarmaakte. Heel simpel. Dat werkte fantastisch. En dat hebben wij daar genoten. En de leuke, gezellige nabuurt in die oude jachtkeet met de houtkachel. Later heb ik je leren kennen als een, trouwens van het begin af aan, als een zeer enthousiast man. En ook mensen wist te enthousiasmeren om tot grote daden te komen. Zoals bijvoorbeeld de Hoppers. En zeker met Jan had je een fantastische collega aan hulp om dingen te verwezenlijken waar weinig mensen zich aan durven te wagen. En jij bent toen met een mooi verhaal met Jan bij mij geweest of ik op een of andere manier zou kunnen helpen. Je wist natuurlijk als geen ander, ik deed een hout vooral pompieren. Daar ben je trouwens in de tussentijd ook zeer enthousiast over geworden. Je hebt zelfs toegezegd om lid te worden van de populiere, Brabantse populiere vereniging. Hartstikke leuk. En als je het resultaat ziet, de Hoppers, fantastisch. Die combinatie met eiken en populieren, wat een voorbeeld. En wat fantastisch dat we dit allemaal hebben gedaan met hout en producten uit de omgeving. Frans, ik gun je de rust. Probeer die gunst, de rust op te nemen. Ik weet dat het heel moeilijk voor je is. En probeer ervan samen met Christine van te genieten in alle rust. En let op, je moet wel lid worden van de Brabantse populaire vereniging. Ik heb vernomen dat de tijd is gekomen dat jij gaat stoppen als voorzitter van de Heemkundekring Schijndel. Daar laten ze het niet zomaar voorbij gaan. En daarom heb ik ook de eer om wat tegen jou te zeggen op jouw afscheid, Frans. Als voormalig burgemeester van Schijndel. Nou, dat vind ik een hele eer, wil ik graag doen. Want ik heb hele goede herinneringen aan jou. Een belangrijk daarbij was, echt een hoogtepunt, dat ik jou in 2014 een koninklijke onderscheiding mocht opspelden. Dat zijn altijd prachtige gelegenheden. En eigenlijk realiseerde ik me toen niet dat jij toen al 76 was. Dat betekent dat jij binnenkort 80 wordt, Frans. Nou, dan mag het natuurlijk ook wel een keer, hè. Ja, en wat hebben wij nou zo samen voor dingen gedaan die in mijn hoofd hangen? Nou, dat is dus die koninklijke onderscheiding, maar ook dat ik bij jullie thuis was. Toen jullie 50 jaar getrouwd waren, mocht ik ook op de koffie komen met, en dat weten misschien heel veel mensen niet, eigen gebakken taart van Frans. Want daar is hij ook heel goed in, met de vruchten van het seizoen. En toen was ook Anton Verhagen op bezoek, waar je ook heel veel mee hebt gedaan. Helaas, Anton overleden, maar jullie hadden samen een gedeelde belangstelling, geschiedenis. En je kon er ook enorm over vertellen, Frans. Van Neandertalers tot aan de Hopest in Schijndel en dan ook jouw mooie woordkeus, de Hopest. Uniek in de Benelux, zoals jij zo mooi kon zeggen. En met gezag. Want ja, Frans, jij noemde jezelf Bossenaar. En je kunt ook spreken als een Bossenaar, maar dat is één verschil. Jij spreekt ook met gezag en je spreekt met zoveel interesse over dingen. Dat het enorm boeit wat jij vertelt. Dat heb ik altijd erg mooi gevonden hoe jij dat kon. Wat jij ook gedaan natuurlijk is politiek. Dus je hebt heel veel jaar in de politiek gezeten voor het CDA. Je hebt de Hoppers, dus ben je voorzitter van geweest. Hier heel lang van de Heemkundekring. Frans, nou word je 80, dan mag het het beste een tandje minder natuurlijk. En ik zeg daarbij, dan bereik jij de leeftijd daar sterker. En ik ga er ook vanuit, Frans, en daar wens ik je ook echt toe, dat je nog heel veel jaren mee kunt. Zo hoop ik het en zo denk ik het ook. En ik wil jou danken voor alles wat jij voor Schijndel hebt gedaan. Want jij bent toch in ieder geval een echte Schijndelaar geworden. En wij zijn heel blij met wat jij gedaan hebt voor Schijndel. Op het gebied van de politiek, op het gebied van de heemkunde, de Hopest, noem maar op. Dank je wel, Frans. Zeker ook namens mij. En bedankt voor onze fijne vriendschap en samenwerking. En ik hoop je nog vaak te ontmoeten. Ook samen met Christine. Dat ik jou kort mag toespreken. Gelukkig in de tegenwoordige tijd. Jij bent een buitengewoon plezierig en begnadigd mens.
En met vadertje Kat zeg ik, wat op zette grond te leidt, dat welt mij naar de kelen. Zo wil ik een paar elementen noemen. Jouw visie, jouw daadkracht hebben mij altijd, en mij niet alleen, erg aangesproken. Als het gaat om daadkracht, wil jij altijd resultaat bereiken, op grond van argumenten. Als het gaat om durf, je bent nooit overmoedig, maar wel overtuigend. En dat is natuurlijk een kracht ook in heemkunde kring die jij maximaal tot toepassing hebt gebracht. Jij bent ook een heel vriendelijk mens. En mede daardoor, jouw charmante benadering, weet je veel mensen voor je in te nemen. Denk aan de ledenwerving. Denk aan de sfeer in heemkundige kringverband. Denk aan je humor om als sociaal cement te dienen in vergaderingen. Kort maar krachtig, want jouw Christine zit thuis te wachten. Niet te lang, slagkracht. Jouw liefde voor de aardrijkskunde heeft jou gebracht ook tot heemkunde. En met die kennis gewapend heb je skinologie opgezet. En dat heeft tot vandaag de dag nog heel veel resultaat. Wij doen dat ook in ander verband, in PEM-verband. Toen ik bij je thuis kwam om eens te polsen, beste Frans, hoe kijk jij aan tegen de oprichting van de platform Erfgoed bij Rijnstad? Was jij meteen enthousiast? Jij zag meteen de bedoeling. Jij wist meteen met jouw durf en daadkracht andere mensen daarvan te overtuigen. En we zijn nu een paar jaar verder en hebben tal van projecten al bereikt. We hebben een beleidsplan opgezet. Dat is mede te danken aan jouw onvoorwaardelijke positieve inzet in PEM-verband. Frans, je bent een begenadigd mens, heb ik net gezegd. Dat heeft te maken met je talent waar je mee hebt gewoekerd. Je hebt dat op een bescheiden manier gedaan, maar wel heel overtuigend. Binnenkort word je 80. Dat is een respectabele leeftijd. We zullen je in PEM-verband absoluut missen. Maar samen met jouw dierbare partner Christine, waarvan ik getuige mag zijn hoe die band tussen jullie beiden is, wens ik jullie van harte toe nog heel lang en veel te genieten van jullie leven. Hartelijk dank voor jou. Steun en inzet. Het gaat je goed, beste Frans. Bericht hier uit Kastren. Het is natuurlijk erg verrassend dat je mij hier op beeld ziet. Nou, wij kennen elkaar al heel erg lang. Jij was mijn docent, mijn leraar, die ongeveer alles verkeerd deed wat ik dacht. Hè. Je jaagde. En nog heel fanatiek ook. Je was, laat zeg ik, vooral culinair geïnteresseerd in de natuur. Ik was helemaal tegen de jacht en onze discussie die heeft veel opgeleverd. Vooral veel gesprekken, dagelijks, wekelijks. Maar ondertussen ook toch veel waardering tussen ons. Jij was fanatiek, ik was zeker fanatiek. En we wisten het allebei zeker en gelukkig had ik uiteraard gelijk. Nou, later kwamen wij elkaar op veel manieren tegen. En er is waardering voor jou alleen maar gegroeid. Jij was actief op het gebied van wat ik ook mijn volle interesse had. Erfgoed, natuur, landschap. En je was ook vaak vooraan. En jij wilde ook een bijdrage leveren om te kijken wat je kon doen om dat in Schijndel en in de kern van het Groene Woud te versterken. Namelijk, daar troffen wij elkaar telkens weer. Is nieuwe boerderijen, was het landschap, waren het geen toponieme banken, dan waren het de toponieme poorten. Je had een uitgebreid netwerk waar ik graag gebruik van maak. En ik, ja, jouw manier van doen, de manier waarop jij dingen voor elkaar krijgt. Dat is natuurlijk ook waar ik telkens van geprofiteerd heb. Nou, ik wens jou in jouw vervolg op het heem heel succes. Ik hoop dat het echt dat je nog een hele lange goede tijd hebt. En dat je toch weer voor dit soort onderwerpen belangstelling blijft houden. En daar het een en ander voor blijft doen. Dankjewel. Dag Frans, ik ken je al een halve eeuw. Had ik uitgerekend. Ik was 18 toen ik hier in Schijndel op de HAVO kweekschool kwam en jou als aardrijkskundeleraar kreeg. Jij meldde dat toen je binnenkwam. Ik ga jullie aardrijkskunde geven, waarop ik een diepe zucht slaakte. Jij vroeg wat er was en ik zei dat aardrijkskunde niet mijn ding was.
Ik vond er niks aan, ik snapte het niet. En toen zei je, en dat weet ik nog als de dag van gisteren, toen zei je, ik geef jullie volgende week een les en na die les ben jij enthousiast over het vak aardrijkskunde. Ik was heel benieuwd, ik denk, nou, grote vent die dat gaat lukken. En dat heb je helemaal waar gemaakt. Ik zou de les zo nog kunnen reproduceren, moet ik zeggen, na 50 jaar. Mijn zoon is aardrijkskundeleraar en die heb ik dan vaak verteld, dat als je zo de passie van je vak kunt overbrengen, dan ben je een lichtend voorbeeld, was je ook voor mij, voor mijn jaren in het onderwijs. Later kwam ik in Schijndel wonen. Jij was voorzitter van de heemkundekring. Ik heb je nog gevraagd om mee een wakend oog te laten schijnen over de productie van een strip over de geschiedenis van Brabant. Waarvoor nog bedankt. En ik vind het een eer en een voorrecht om je nou te mogen feliciteren met je 80ste verjaardag. Ik hoop dat je nog lang in ons midden blijft. We zien elkaar. Dank je wel voor zover en van harte gefeliciteerd. Dag Frans. Beste Frans, toen je in het landelijke kronwoord op Pepereind als zoon van een voormalige veldwachter nog maar nauwelijks het levenslicht had gezien, net voor de eerste oorlogsjaren, werd door de hele provincie het stichten van heemkundekringen al heel sterk gestimuleerd en gepromoot. Een golfbeweging die heel Brabant letterlijk in beweging kreeg om bijzondere aandacht te schenken aan de historie van het eigen dorp in de breedste zin van het woord. Het resultaat anno 2018 is dat Brabants Heem momenteel zo'n 130 kleine kringen telt, een prestatie van formaat. En de heemkunde in al zijn facetten leeft nog steeds volop. Schijndel blijft niet achter. En heemkundekring Hertog Jan werd de voorloper van onze huidige kring, die na enig verval werd heropgericht in 1983 en dus 35 jaar bestaat. Onze dierbare Jet Geerkes was een van de initiatiefnemers. De laatste 17 jaar, Frans, heb jij met je bestuursteam op een inspirerende en bezielende manier leiding gegeven aan onze kring. Je hebt misschien niet alles kunnen bereiken waar je aanvankelijk van droomde. Maar er kwamen zelfstandige werkgroepen. Je stimuleerde hun kwalitatieve inbreng. Propageerde grote exposities. Je was intens betrokken bij het verschijnen van vele heemkundige publicaties in boek- of artikelvorm. Het heemarchief was je dierbaar. Denk maar aan de projecten van de zitbanken, attentiestenen, spoorplaten, de Stichting van de Hoppest. Je nam deel aan allerlei commissiebesprekingen. Ik denk ook aan de cursus kinderologie, een vernieuwde website, een beleidsplan, de collectie van de Zusters van Liefde, kortom. Je bent gedurende je bestuursperiode als voorzitter beslist een stuwende en stimulerende kracht geweest. Diepe waardering voor je inzetten is dan ook op zijn plaats. Tot slot één suggestie. Mocht je geen raad weten met je vrije tijd, historische werkgroep zou ik alleszins toejuichen als je jezelf bij ons zou willen aansluiten. Want cultuurhistorisch gezien is nog legio werk aan de winkel. Bedankt Frans en het ga je goed. We kennen elkaar al heel lang. We hebben samen lesgegeven aan de Pedagogische Academie en aan het Skinder Eldercollege. Op het Skinder hadden we de lokalen naast elkaar, 15 en 16, helemaal achter in het gebouw. Er werd hard gewerkt, maar we hielden ook wel van een geintje. En dat was aan jou heel goed toevertrouwd. Probeerde ik leerlingen enthousiast te maken voor bijvoorbeeld middeleeuwse werk, dan ging ineens de deur open, kwam jij binnen en zei: je moet niet allemaal geloven wat ze zeggen. Je had ook de aardigheid om tijdens een aardrijkskundeles over Indonesië te vertellen dat ik wel 1000 eilanden kende. Die jongens stuiven onder de pauze natuurlijk naar binnen en vragen: kent u 1000 eilanden? Ik denk, oh god, Frans is weer bezig geweest. En ik begin met wat eilanden op te noemen. Maar ik was gauw uitverteld. Maar
omdat de leerlingen er toch niks van wisten, begon ik ook vulkanen, plaatsnamen, Trima Kassibanjak en Sambal Oelek op te nemen. Dat had ik toch geen herkenen. Op weg naar de koffiekamer kwam een van de leerlingen me achterna en zei, ik citeer die leerling, Abrahams, die kan zo verrekte enthousiast over iets vertellen, dat hij zelf gelooft dat het waar is. Daar kom ik straks nog op terug. In ieder geval is het heel fijn, Frans, dat jij heel enthousiast over dingen kunt praten. Want dat is als voorzitter van de heemkunde natuurlijk een pre. En je kunt onderwerpen enthousiast inleiden. En mocht de lezing dan eens tegenvallen, dan ben jij altijd de eerste die er toch nog een positieve draai aan kan geven. Het heeft jaren geduurd, Frans, voor ik lid werd van de Schijndelse heemkundegroep. Ik was namelijk al een jaar of 20 bij de heemkundegroep van Sint-Oederode. Eigenlijk noodgedwongen omdat ik als chauffeur zusters weg moest brengen. Maar toen ik alleen overbleef, ben ik toch maar naar Schijndel gekomen. Aanvankelijk wist ik natuurlijk meer van Sint-Oederode dan van Schijndel. En toen jij een keer aankondigde dat je een cursus skinologie ging geven, heb ik me meteen opgegeven. En ik moest tijdens die cursus ineens weer denken aan die leerlingen. Jij kon heel enthousiast over Schijndel, over landschappen en ik weet niet wat allemaal vertellen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel eens dacht, Abrahams, je kunt verrekte enthousiast over iets vertellen, maar geloof er zelf wel wat je zegt. Frans is ook lid geweest van de groep die de museumstukken van de pastoor van Erpstraat beschreef of eigenlijk fotografeerde. Dat was zijn eerste taak. Maar al heel gauw hield hij daarmee op, dirigeerde dat naar Gerard en stelde zich heel demonstratief aan de zijkant op om alles in de gaten te houden en de laatste controle te doen. We hadden een groep van 10 personen waar 6 opschreven en beschreven wat er voorhanden was. En als we alles mopperden dat een of ander ding toch niet waardevol was en een beetje een lor was, dan kon je er donder op zeggen dat jij, Frans, er altijd iets goeds van wist te vertellen. Een blikken kruisbeeld bijvoorbeeld, dat veranderde bij jou meteen in zilver. Een hele koperen voorwerp, dat minstens naast het goud gelegen, als het tijdens jouw verhaal al geen goud geworden was. Je wist altijd heel enthousiast de dingen naar voren te brengen. En het verbaasde mij wel eens dat je kennis van religieuze voorwerpen heel groot was. Daarom sta ik er nu van te kijken dat er in de Lariestraat een soort bedevaartsoord ontstaan is. Ik zal toelichten wat ik doe. Op een gegeven moment belde jij mij op. Lidwine kon vanmiddag koffie drinken. Ja, leuk, Frans. Ik dacht, nou, hij zal wel iets tekort komen. En zo was het. Dus Frans vertelde, Christine is binnenkort jarig en ik wil ze een stokkapelletje cadeau doen. Ik heb het al, Piet van Os heeft er voor mij een gemaakt. Maar dan moet een Mariabeeld in. Ja, en ik snapte het al, dat Mariabeeld moest natuurlijk van mij komen. Maar ik had een Mariabeeld in school staan, de Sedes Sapientiae, Maria, zetel der wijsheid. Ik dacht, nou, dat geef ik graag aan Christine. Want als er iemand veel wijsheid moet hebben, dan is het jouw bestuur. Dus mensen, als jullie op bedevaart willen en je vindt de Wolfshandel Oorschot te ver,
altijd terecht in de Lariestraat. Wijsheid heeft iedereen nodig. Frans, als voorzitter van de heemkunde komt het natuurlijk goed uit dat je van alle markten thuis bent. Ik zou nog uren kunnen vertellen over school, werkweken, alle dingen die we samen meegemaakt hebben. Maar Frans, in ieder geval, bedankt voor jouw inzet voor de Schijndelse heemkundegroep. En het gaat je goed. Maar vergeet niet, regelmatig naar de tuin, naar onze lieve vrouw, zetel der wijsheid, de sede sapientiae. Want dat heb je ook nog nodig als je geen voorzitter meer bent. Wat een prachtige afscheidsfilm. Met dank aan Henk Helsingen voor de opnames en de montage. En Ton Lomans, Yvonne van der Beelen en niet vergeten Jan Adels met al het voorwerk om iedereen te benaderen en zorgen dat het allemaal ging lukken. Een applausje. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de wethouder, Erik van der Boga. Ja, beste mensen, wat een prachtige verhaal over Frans Abrahams. Frans, ik ben zeer vereerd dat ik hier jou mag toespreken voor een volle zaal, samen met jou, Christine. Als wethouder voor ruimtelijke ontwikkeling, en waar ik heel blij mee ben dat daar ook monumentenbeleid en cultureel erfgoed onder valt, voor mijn Rijstad. Mijn Rijstad waar jouw geliefde Schijndel in opgenomen is, in liefde verbonden met Veghel en Sint-Oedenbode. Een fusie uit liefde wordt er wel eens gezegd. Ik begrijp dat ik hier bij Frans kan natuurlijk applaudisseren. Frans, we hebben elkaar in november wat beter leren kennen toen ik met het bestuur kan kennismaken. En ik heb gelukkig jouw vertrouwen heel snel gewonnen toen je vertelde dat mijn moeder een Schijndels is. Ja, maakt het weer een hoop goed, mensen? Schijndels goed, wat door een Veghels hart wordt rondgepompt, zeggen we wel eens. Nou, mijn Rijstad is rijk en dan bedoel ik niet in financiële zin, maar dan bedoel ik rijk aan heemkundekringen. We hebben er maar liefst 5. Eentje in Schijndel, 2 in Rooi, 1 in Veghel en 1 in Erp. En nou, Henk Prins is al voorbij gekomen als voorzitter van het PEM-platform Erfgoed Mijn Rijstad. En gelukkig zijn die heemkundekringen heel mooi verenigd in dat platform. Heel belangrijk om op die manier kennis met elkaar te kunnen delen. En jij Frans, ja, jij bent iemand die het hart op de juiste plek heeft. Als drager en stimulator van het heemkundewerk. Er zijn heel mooie verhalen verteld al. En wie ben ik, nog maar net iets meer dan een jaar wethouder hier, om dat allemaal te bevestigen. Ja, in de slechts korte samenwerking tot nu toe heb ik jou leren kennen als iemand, als een krachtige persoonlijkheid. Een krachtige stem, ik heb zelf ergens gelezen, een interview van 10 jaar geleden, een stem die klinkt als een klok. En ik denk dat dat een stem is die zich gevormd heeft in vele jaren in het onderwijs. En dat het ook de manier is waarop jij mensen aan je wist te boeien. Wist te boeien en aan je te binden. En toen ik net zo zat te luisteren, dacht ik, er is de Nederlandse taal eigenlijk een heel mooi woord voor te vonden. En dat is eruditie. Ik denk dat je jouw rust kunt typeren als een erudiet man. Erudiet, belezen en ook de manier waarop je je zaken voor het voetlicht kunt brengen. Je hebt jouw kennis en inzet gedurende vele jaren aan de heemkunde in Schijndel gegeven. Het is al vele malen gezegd. En heemkunde, naar het oude woord heem, dat is kennis van en onderzoek naar de eigen leefomgeving. En het werk van de heemkundeverenigingen betekent een waardevolle bijdrage en behoud. En nog beter gezegd, misschien wel beleving van de identiteit van de mensen, van de kernen hier in Schijndel, in Meijerijstad, in Brabant, waar je zojuist ook voor geëerd bent. Heemkundekringen bieden datgene dat in de hoofden en de harten van mensen zit. Heemkundekringen bieden mensen daarvoor een platform. En je hebt dat gedaan via onderzoek, publicatie, lezingen, excursies, tentoonstellingen, etc.
Onder jouw bezielende leiding is dat afgelopen 17 jaar in Schijndel tot bloei gekomen. En ik wil jou dan ook namens BMW van Meijer Rijstad heel hartelijk danken voor die inzet. En ik heb begrepen dat je eigenlijk zou gaan stoppen. Je stopt als voorzitter, maar ik zag je zoveel uitnodigingen langskomen net, dat volgens mij wel stoppen voorlopig in sprake is. Dus wij gaan elkaar wel vaker zien, denk ik, op allerlei manieren. En ik onderstreep die dank graag met de aanbieding van een kunstwerk, genaamd De Muze. Het is een zeefdruk. En ik zal even voorlezen wat op de achterkant van het zeefdruk staat. Ik zal het even laten zien dan. Zet ik altijd even mijn bril af. De inspiratiebron voor die muze is gedrevenheid. Het is verwerkt door Adrie Friggen. En ik zeg even wat erop staat. Veelbelovend Meijer Rijstad vindt inspiratie bij haar inwoners. Waar jij en Christine er twee van zijn. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Markeren ze uitgangspunten die aantonen dat het scheppen van schoonheid op het gebied van ruimteordening, economische ontwikkeling, onderwijs, kunst en cultuur een bron van bezieling vormt. En die louter haar bestaansrecht vindt in de samenwerking tussen inwoners en hun gemeente. Dit werk wordt u aangeboden door het college van BMW van de gemeente Meijer Rijstad. Frans, ik hoop dat het een mooi plekje vindt bij jullie aan de muur. En heel veel dank voor al die vele jaren dat je voor Schijndel en zeker ook dat de laatste jaar, anderhalf jaar voor Meijer Rijstad, je hebt ingespannen. Terwijl Jan het de pluim onthult, wil ik jou de oorkondiging, Frans. De Heemke de Pluim is verleend aan Frans Abrahams wegens zijn grote inzet voor de Heemkundevereniging en het erfgoed van Schijndel. En nog een. Ja, ik heb hem al. Had je hem al? Ik heb een heel groot bed. Ik heb een heel groot. De knoop is bijna echt wel vol. Intussen kan ik u zeggen dat het kunstwerk is vervaardigd door Wilma Ewalds en Annie van Kasten. Applaus. Ja, dan moeten we nog eventjes de bloemen regelen. Ik sta aan de kant. Je volgt geen echte bloemetjes. Ja, hetzelfde bloemen. Terwijl de plank nog steeds wordt uitgepakt, is die van jou de plank. En we hebben voor de Arie en voor Wilma ook een bosje bloemen voor het geweldig vervaardigen van de eerste Heemke de Pluim. Wilma en de eerste. Oh, we zitten allebei heel achter in het hoekje. Hij zal het naast het bed gaan lopen. Frans. Frans. Yes, mooie. En dan is het nu de hoogste tijd
dat jij het woord wilt voeren, Hans. De laatste keer als voorzitter van deze mooie vereniging. Maar zeker niet voor het laatst, denk ik, toch? Waar niet toe? Ja, is dat helemaal eens? Hey. Ja, dat is gek. Oh, weet je dan? Dat is ik in de zo. Ja, ik vraag me af, ben ik verstaanbaar? Nee? En zo? Ja, ja, moeilijk. Dat, ik pak hem vast. Toen mijn vader afscheid nam. Ja. Heeft hij wel 15 mensen moeten bedanken en allemaal moeten noemen. Toen zeg ik tegen mijn lieve Christine, daar trap ik niet in. Maar ik kan toch die gelofte niet waarmaken. Want Hans, geweldig. Otto, grandioos. En dan natuurlijk de pluimuitreiking, buitengewoon. En dan de mensen van de film. Ik droom. Ik ben een beetje gedrogeerd. Dit gaat niet over mij. Die kwaliteiten, als ik dat geweten had, had ik het misschien al een paar jaar langer gedaan. Film natuurlijk schitterend. Werkelijk. Buitengewoon. Erik. We gaan vooruit met de cultuur in mijn Rijnstad. Maar Schijndel zal daar toch een aparte plaats innemen. Natuurlijk wel in symbiose met de anderen. En ik ga niet ieder... Ik ben zo verrast door de gasten. Als ik die allemaal moet noemen, sta ik om de half heen nog hier. En ik wil dadelijk toch wel een potje bier drinken. Als dat misschien dan kan. Via de kas. Mensen op de film, ik zal ze allemaal individueel bedanken. Het bestuur heeft me duidelijk een opdracht gegeven. Langer dan 5 minuten, maar er niet praten. Ja, dat zit erin. Maar ik heb al een hoop aangestreept, wat ik dadelijk zeg van... Daar ga ik toch wel niet verder over in, want het is al verteld. Er is al een hoop gras van mijn voeten weggemaaid. Maar het staat toch in een verkeerde context. Het is net of ik dat allemaal gedaan heb. Nogmaals, ik ben geweldig verrast door u allen hier. En ik zal dat persoonlijk, TZT, allemaal nog wel een keertje duidelijk mijn licht op laten schijnen. Maar ik wil nu officieel mijn verhaal vertellen. Het laatste officiële verhaal. En ik heb dat op papier gezet. Ik denk, als ik dadelijk ga zitten huilen, kan mijn vrouw het verder voorlezen. De ondertitel is van de speech: wie de schoen past, trekt hem aan. Dat wil zeggen, als iemand denkt, hé, dat heeft betrekking op mij, dan zie ik hem zo wel doen, dan hoef ik hem niet te noemen. Ik neem u mee terug naar een geweldig verjaardagsfeest bij Anton Verhagen in de Bos. Waar mijn schoonbroer, die noem ik dus niet, die moet je maar zeggen, hè, reclame maakte voor de heenkomstkring. Ja, daar was hij zelf lid van. Ja, dat snap ik het wel. Hij zei, ze zochten een voorzitter. Nou, ik had behoorlijk aan bakkers geofferd. Dus ik zeg, oh, dat lijkt me wel hartstikke leuk, weet je waar, ik zal die Henk bij eens bellen. Dus ik bel Henk op en zeg, ja, ik heb er wel zin in, maar hebben jullie een fatsoenlijke secretaris? En een fatsoenlijke man van de centen? Ja, zit je van de centen hebben we wel, zit je van de secretaris, zeg ik, nou, daar wil ik er nog alleen. En onder die voorwaarden, dat koppel wil ik het wel doen. Nou, je snapt iedereen wel wie het is, ik ga niet zeggen, dat is niet. Het bestuur moest 17 jaar geleden dus met 3 personen aangevuld worden. Er waren 3 functies beschikbaar, nou komt het. Ik heb totaal geen verstand van financiën, echt niet. Ik weet ze wel uit te geven en te ontvangen. Akkoord, maar mijn lieve echtgenote, Christine doet dat, ik heb toch iemand genoemd, dat mag, hè. Mijn lieve echtgenote doet dat thuis uitstekend. Ik verdien de centen,
Zij deze uit. Als u op mijn studeerkamer kijkt, dan ziet u een grandioze administratieve puinhoop. Ik kom soms dingen tegen en denk, hoe is het mogelijk dat ik het nog kan vinden? Dus die twee kernfuncties waren al door mij niet in te vullen. Ik zeg, Henk, dat hoefde mij echt niet iets op papier laten zetten, want dan is het meteen faillissement. Net zo goed als ik bij een koor ga, dat gaat ook al helemaal verkeerd. Maar ons moeder zei altijd, ons Frans, die kan praten als een advocaat, hij wil altijd het laatste woord hebben. En het moet wel heel moeilijk zijn, wil hij zijn eigen niet eruit kunnen draaien. Niet waar, Advoets? Ja. Heel goed verhaal. Maar, en er wordt toch een ander beeld, wat u net allemaal vertelt met die film, alsof ik dat gedaan zou hebben. Nou, met reeds kundige bestuursleden en hooggekwalificeerde aanvulling was het zeer ontspannend en plezierig om lang voorzitter te zijn. De eerste jaren waren voor mij een ei-opener. Dat is al verteld. Een geweldige inzet van mensen. En wat stond voorop bij die mensen? Het belang van de heemkundekring. En u weet, ik heb een geweldige ervaring, 17, 18 jaar bij een geweldige politieke partij. En ik vond dat daar heel veel niet het belang van de politieke partij voorop stond, maar hun eigen belang. En dan zult u allemaal zeggen, ja, dat klopt toch wel. Dat geldt voor alle partijen. Maar de inzet van de leden, daar wil ik het over hebben. Daardoor konden wij juist aan de weg timmeren. En ik vergelijk het, doe graag, met een vikingboot. Weet je wel, je kent die boot wel, hè? Het is een hele grote boot. En die wordt geroeid. Nou, wij hoefden alleen maar te sturen. En er werd flink geroeid. Wij gaven gewoon de richting aan. Nou, op een geweldige manier. Nou zegt hij, dan moet dat gaan hoor niet al te veel op. Ja. Dat sturen vond plaats, en dat wil ik nog eens een keer benadrukken, vanuit een zeer krachtige, opgezette, financiële en administratieve organisatie. En daardoor konden wij naar de leden toe faciliterend werken. En ik denk dat dat het kenmerk is van een goede vereniging. Bestuur moet zorgen dat de leden optimaal kunnen werken. En dat geldt ook voor een bedrijf. Alhoewel dat ik de banken weer bekijk, dan denk ik, jongens. Ja. Dan zie je die kruisjes staan en dan denk ik, sla eens een lekker stukje over. Ik heb dus weer 1 minuut gewonnen, best bestuur. Voor mij zijn die 17 jaar een verrijkende tijd geweest. Echt verrijkend. Ik heb ongelooflijk veel geleerd. Ik heb getuige mogen zijn van leden die door hun organisatie en speurtalent de basis gelegd hebben voor heel veel uitgaven. Ik heb met bewondering gekeken hoe leden duizenden prentjes inwerken, boeken in systematiseren, foto's, films ordenen en vastleggen, archeologische waarden in artefacten en geschriften vastleggen. Onvoorstelbaar. Heb ik een hoop geleerd. Kostte niks. Ja, hoe was het? 45 euro per penningmeester? Ik weet het niet, mijn vrouw regelt dat. Het gigantische werk wat ze op zich nemen om alles, al die voorwerpen van die zusters, die honderden rozenkransen, en ik maar binnen, je hebt het win gezien. Want het is een gigantisch werk en dat blijft het. Ja, zeggen sommigen. Ondanks dat ze het kritisch bekeken, zegt, jongen, moeten we dat allemaal doen? Het is wel veel en dit en dat. En zelfs die er tegen waren of zeggen, nou, ik zie dat niet zitten, doen zelf mee om te inventariseren. Nou, dan ontmoet je geweldige mensen. Niets was te veel als het bestuur vroeg aan de leden, kunnen je dat uitzoeken of dat? Deze gewoon. Dat deed ik niet. Dat deed die leden. Want er werd te veel verteld. Ik allemaal deed, Hans. Maar dat is niet waar, jongens. Dat is echt niet waar. Mede door die geweldige steun was het voor het bestuur mogelijk en uitdagend om bijvoorbeeld een schitterende tentoonstelling te organiseren. Ja, ik kom mooi. Ik trok mijn goede pak aan. Hè. Dat leer ik regelmatig bij de buurman. En dan hou ik een speech, die breng ik dan voor. En dan denk ik, zie zo, en ik heb weer de belangstelling, ik kom in de krant, boem boem. En denk ik, ja, daar hebben we het weer. Vind je dat leuk dat in de krant komt? Ik vind het hartstikke leuk. Ik zie liever mijn eigen hoofd, als weet ik wie, als Trump bijvoorbeeld. Films te begeleiden. Ik zeg niet films maken,
maar begeleiden. Gewoon, gezellig. We geven de informatie, we zeggen jongens, enthousiast, er is iemand die doet dat, we gaan erachter staan. Ik heb niks gedaan, ik kan geen film maken. Denk maar aan de Granaatweken, de film over het Duitse lijntje, de tram, mijn reisstad. En natuurlijk, als topattractie, en ik verheug mijn eigen weer op de zeer informatieve, gezellige busreis. En ik zal je vertellen, dat moet je niet verder vertellen, maar heel veel verenigingen zijn stikjaloers op onze druk bezochte lezingen. Ik heb het meegemaakt, en ik heb dat ook aan de pers verteld, dat werd ooit de brandweer kwam en zei, meneer, u bent de voorzitter, dan bent u wel verantwoordelijk, want er zitten 150 man binnen, dat mag niet. Ik zeg, ja, we zijn allemaal cultuurmensen en die nemen weinig plaats in, dus nou, vooruit dan. Door de vele projecten, samen met de bevolking, bedrijfsleven en gemeente, hebben we onze heemkundekring markant op de kaart gezet. Maar het is dank aan u. En er zijn al een hoop projecten genoemd, hoef ik nou lekker niet te noemen, dus het scheelt me een halve minuut. Maar denk maar bijvoorbeeld wat er allemaal in Schijndel gebeurd is. Maar vooral die harmonie, die samenwerking tussen enerzijds gemeente, leden, bestuur, die gouden driehoek, die is in iedere vereniging belangrijk. En ik hoop, dit is geen opdracht, dat het volgende bestuur of de voorzitter of voorzitter dat zo moet gaan doen zoals ik het doe. Niet doen! Ik heb wel eens lessen gegeven, ik wou bij mijn lessen kijken hoe het moest. Ik zeg, zoals ik het doe, moet het niet doen, maar dat was hartstikke gek. Je moet het wel op een bepaalde manier iets overnemen. Beste bestuursleden in het verleden, ik zie ook bestuursleden uit het verleden, en ook bestuursleden nu, jullie waren zonder uitzondering kanjers. Ik heb enorm veel gevist, zulke snoeken gevangen, zo groot. Dat waren ook kanjes. Dat zijn jullie ook. Iedereen met zijn eigen kennis en inbreng. En daar was ik het dikwijls niet mee eens. Zult u morgen ook in de krant lezen. Maar goed, dat hou ik even geheim. Dankzij de pers ook. Ik vind dat ook een heel belangrijke driehoek. Die pers, die moet je te vriend houden. Dat wil zeggen, daar moet je eerlijk over zijn. Tegen zijn. Brengen zij het wel in de krant. Want zij hunkeren ook naar nieuws. En een heemkundekring kan dat nieuws brengen. Ik word niet emotioneel, maar het doet mij enorm veel en ik denk dat ik vannacht niet zo geweldig zal slapen. Maar dat is niet erg. Mijn vrouw leest me wel iets voor uit... Het was voor mij en Christine een zeer leerzame periode waarin ik vol gas kon geven. Je ziet, fanatieke tijd, natuurlijk. Je doet het direct, niet uitstellen, doen. Ja, doen. Voor mij is het leven één grote uitdaging. En het ligt niet in mijn karakter om puur op ervaring mee te dobberen. Je hebt gezien, in de film moet het allemaal, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar ook de vergadering, het gaat van een leien dakje. Het dreigt dikwijls niet, het gaat goed. En eigenlijk zeg ik dan, ja, waar zit die uitdaging? Ik heb ongelooflijk lang nagedacht over die beslissing, want ik weet dat sommigen dat niet leuk vinden. Ik heb aan mijn bestuursperiode heel veel vrienden overgehouden. Daar ben ik heel dankbaar, de heemkundekring, heel dankbaar voor. Conclusie, het is een prachttijd geweest. Ik bereik, tenminste hoop ik volgende maand, is dat volgende maand, hè? De leeftijd der sterken. Jongen. En ik stel voor dat de nieuwe voorzitter, met elan de schouders eronder moet zetten en doorknallen. En samen met mijn geliefde wil ik de vrijkomende tijd die ik nou krijg, nou geloof ik niks van, die wil ik spannend in gaan vullen. En wat die spanning is, dat vertel ik u niet. Maar u bent altijd welkom om dat eens een keer te horen. Ik dank iedereen die mij vanavond hier op een indrukwekkende wijze gefêteerd heeft. Werkelijk, het is net of ik zweef. Het is net of ik 3-4 stikjes gerookt heb. Je hebt het nooit gerookt, maar ik kan me dat zo voorstellen. Grandioos. U allen die gekomen bent, ik ga u niet noemen. U weet, dankbaar in mijn hart. En ik sluit met u allen nogmaals te complimenteren met de geweldige heemkundekring. Dank u.
We zijn aan het einde gekomen van het afscheid van Frans. Ik krijg zometeen nog de gelegenheid om persoonlijk de hand te drukken. Als u een drankje wilt drinken, dan moet u bij de bar zijn. Ik heb begrepen dat Frans een eentje krijgt voor de kas. Dank u wel dat u hier was vanavond bij dit mooie afscheid van een mooie voorzitter. Ik bedraai u terug in de vitrine boven, dus daar kunt u mij de rest van het jaar zien. Het gaat u wel goed, dank u wel.